Een goede bodemkwaliteit is de basis onder het agrarisch bedrijf. Bemesting, bodemgezondheid, organische stof, waterkwaliteit, er komt heel wat bij kijken. De kennis is vaak versplinterd. In het bodemkwaliteitsplan komen al deze facetten aan bod in een integrale aanpak. Van Ypres is een familiebedrijf. Wij leveren meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, van alles en nog wat. Daarbij geven we ook advies. Dat vinden wij heel belangrijk. En wij verzamelen wetenschappelijke kennis en vertalen naar iets praktisch bruikbaars waar onze klanten iets aan hebben. We zien de bodem eigenlijk als de basis van de teelt. Voor een goede teelt heb je een goede bodem nodig. Daar begint het, daar eindigt het. Dus als je bodem niet in orde is, dan sta je eigenlijk al met 10-0 achter. Dus die bodem moet goed zijn. Daarnaast zijn er allerlei veranderingen gaande op het moment, zoals het klimaat wordt steeds extremer. Het regent heel hard op de verkeerde momenten of het is juist hartstikke droog, hartstikke lang. En we zien gewoon steeds beter dat de bodem daar een hele belangrijke rol in speelt als een buffer om die klimaatextremen op te vangen. En daar willen wij onze klanten bij helpen om hun bodem beter te begrijpen en beter te behandelen. Dat is ook de reden waarom wij als Van Ypres betrokken zijn bij onder andere de PPS Beter Bodembeheer. Om daar kennis op te doen en dan samen met de onderzoekers te gaan nadenken over hoe kunnen we dit nou aan onze klanten overdragen en hoe kunnen we het voor onze klanten makkelijker maken om met die bodem aan de gang te gaan. Een paar jaar geleden toen ik begon als adviseur bestond het werk eigenlijk alleen uit het adviseren van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en een beetje rassenkeuze. Maar goed, dit wordt steeds complexer doordat we moeten gaan denken aan de duurzaamheid, maar ook de organische stofbalans binnen een perceel, ook met ziekteresistenties en zo. Als ik bij een teler aan tafel zit, heb ik dus eigenlijk een tool nodig die me helpt bij de organische stofbalans bijvoorbeeld, of bij de bodemweerbaarheid of plantweerbaarheid. Er moeten concrete adviezen uitkomen die zeker ook rendabel moeten zijn. Ze mogen niet veel meer kosten als dat het eigenlijk oplevert. En ik denk dat het bodemkwaliteitsplan me hier zeer goed bij kan helpen. Bodemheer, dat is een heel belangrijk punt op ons bedrijf. Dat is heel belangrijk omdat de bodem de motor van ons bedrijf is. Daar moet alles groeien. En als iets goed wil groeien, moet het gezond zijn en een hele goede staat van onderhoud. Dat is echt belangrijk. Wij proberen op ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te telen. We hebben al jaren geteeld onder het Veldleeuwerik certificaat. Het stimuleerde ons ook om te proberen nog duurzamer te telen. Dus nog meer rekening houden met de natuur, natuurlijke vijanden. Bodembeheer ook proberen zo optimaal mogelijk te maken. Toevoegen compost, vaste mest. En we zijn ook begonnen met niet-kerende grondbewerking. En dat allemaal om een rendabele teelt te krijgen, zodat die model echt niet uit het oog te verliezen. En toch zoveel mogelijk rekening houden met de natuur. Het bodemkwaliteitsplan is voor mij heel belangrijk. Ik heb daarin kunnen ontdekken dat we met de aardappelteelt van 1 op 6 naar 1 op 4 zouden kunnen gaan. Met behoud van bodemkwaliteit. Geen extra druk van aaltjes. En door tarwe ook naar 1 op 4 te gaan, kunnen we ook extra organische stof toevoegen, wat ook weer heel belangrijk is voor deze hele cyclus in het bouwplan. Het bodemkwaliteitsplan vind ik een heel mooi concept voor de akkerbouw. Praktisch heel goed toepasbaar. Ik zou best wel willen dat ik gewoon online zou kunnen zeggen, ik doe die en die aanpassingen. Wat heeft dat voor invloed op mijn aaltjespopulatie, op mijn organische stofgehalte, op mijn mineralen in de bodem, etc. Dat vind ik pas interessant als er zoiets zou zijn.